Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 11 februari. Volg het voorbeeld van God. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Efeziërs 5, vers 1. Volg dus het voorbeeld van God als navolgers, als kinderen die hun vader nadoen die hij lief heeft. Christen zijn gaat niet over een wekelijkse gang naar de kerk. We moeten het karakter van God in ons ontwikkelen, zodat anderen Jezus aan het werk zien in de praktijk. Efeziërs 5 vers 1 zegt dat we Gods voorbeeld moeten volgen. Helaas is het makkelijker gezegd dan gedaan. Zo vaak doen wij dingen die Gods liefde helemaal niet weergeven. Het is makkelijk ontmoedigd te raken, het op te geven en onszelf te veroordelen als we tekortschieten. Gelukkig is God niet teleurgesteld dat wij nog niet helemaal daar zijn. Hij weet dat wij maar mensen zijn. Hij weet dat wij niet van de een op de andere dag hem perfect zullen weerspiegelen, maar hij wil wel dat wij blijven groeien. We zijn niet gemaakt om te leven zonder vooruitgang in ons geloof. We moeten op onze levens terug kunnen kijken en de veranderingen zien die hebben plaatsgevonden. Ik was ooit een fariseer. Ik denk wel eens dat ik de opperfariseer geweest had kunnen zijn. Ik was heel goed om vroom te zijn, maar ik deed eigenlijk niet iets om werkelijk God te imiteren. Op een gegeven moment bracht God mij op een plek om mezelf af te vragen: wat doe ik om meer op God te lijken? Help ik daadwerkelijk iemand? Of wil ik alleen maar dat God mijn leven beter zal maken? Daar waar wij ons vragen beginnen te stellen, komen we in de juiste hartsgesteldheid. Het is de plek waar wij constant streven om meer te zijn als Christus. Als je daarnaar streeft, behoed je dan voor perfectionisme en zelfveroordeling. Wij maken allemaal fouten, maar het belangrijkste is de bereidheid om dagelijks stappen te zetten om meer zoals Jezus te zijn. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, ik dank u dat u, ongeacht mijn fouten, van mij houdt en mij helpt om een leven volgens uw wil te leven. Ik weiger om ontmoedigd te raken door mijn mislukkingen en ik weiger om dezelfde te blijven. Ik kies ervoor om meer en meer uw voorbeeld te volgen elke dag. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.